Welkom bij nog Spellenzolder en dit keer de uitbreidingen voor Legendary. En we gaan kijken naar Dark City, Fantastic Four en Paint the Town Red. Het spel is voor 1 tot 5 spelers. Je bent er ongeveer een uurtje mee zoet. En het is uitgegeven door Upper Deck en Marvel. We gaan kijken wat deze uitbreidingen ons te bieden hebben. Welke nieuwe mechanismes toegevoegd worden aan het spel. En of het natuurlijk de moeite waard is om ze toe te voegen aan het basisspel. Laten we maar eens gaan kijken wat we krijgen voor ons geld. Dit zijn de drie uitbreidingen die we momenteel kunnen krijgen. Dark City, zoals jullie zien, is een big box met als hoofdthema X-Men, X-Force en Marvel Knights. En dan hebben we nog de Fantastic Four uitbreiding. Dat is een kleinere uitbreiding, zoals jullie zien, gebaseerd op de Fantastic Four. En Paint the Town Red is gebaseerd op Spider-Man. En je krijgt dus overeenkomstige helden, schurken en masterminds. Wat krijgen we? Voor het gemak heb ik alles daar even in één doos gedaan. We krijgen de spelregels van elke uitbreiding en die zijn altijd één pagina groot met een groot gedeelte credits en natuurlijk de nieuwe woorden die we tegenkomen. Je krijgt natuurlijk nieuwe helden, je krijgt nieuwe schurken en nieuwe henchmen, villains en henchmen. Je krijgt nieuwe masterminds, nieuwe schemes en wat de Dark City Expansion nog speciaal extra aanbiedt zijn speciale bystanders. Normaal gesproken als je een bystander redt, dan krijg je natuurlijk gewoon het aantal overwinningspunten wat erop afgedrukt staat. Met de Dark Cities Expansion krijg je een aantal verschillende soorten bystanders die ook nog speciale eigenschappen hebben. Dus als je zo'n bystander redt, krijg je nog iets extra's naast het punt wat ze waard zijn. Dus dat is al een leuk nieuw element. De eerste term die we tegenkomen bij bepaalde villains en henchmen is de term bribe. Normaal gesproken als je een villain of henchman aanvalt moet je dit aan attack hebben. Bij een karakter met de term bribe mag je dit hebben in attack en of recruit punten. Dus je mag recruit punten gebruiken om tegenstanders te verslaan. Sommige helden hebben de term teleport. Als je die held dan speelt, dan komt hij niet voor je te liggen en ga je ook niet kijken naar zijn strength of recruit pointen. Maar je legt hem opzij en aan het einde van je beurt, dan trek je gewoon je hand, vul je aan tot 6 kaarten. En alle kaarten die teleport hebben, die je opzij hebt gelegd, die mag je dan ook op hand nemen. Dus dan heb je die de volgende ronde in jouw hand. En de laatste term die we tegenkomen is versatile, in dit geval met 2. Je ziet dat zij zowel recruit points als attack heeft. Als je deze kaart speelt, dan moet je kiezen of je haar als recruit gebruikt of als attack. En dan staat achter versatile welke waarde je dan krijgt in dit voorbeeld 2. Dat zijn de drie nieuwe eigenschappen die we tegen gaan komen in Dark Cities. In de Fantastic Four komen we de term burrow tegen. Als je vijanden bevecht met de term burrow, moet je ze gewoon bevechten zoals je dat altijd zou doen. En als je ze dan verslagen hebt, dan red je eventuele bystanders die eronder liggen. En dan gaat deze kaart terug naar de locatie streets als daar geen villains liggen. Dus de enige manier om deze te verslaan is of zowel ze te verslaan op de locatie streets, want dan zijn ze gewoon definitief verslagen. Ofwel deze verslaan als er een andere villain of henchman op de streets liggen. Overigens, net zoals bij een gewone vijand, als ze een fight effect hebben, moet je dat toepassen. Gaan ze daarna terug naar de streets en bevecht je ze daar voor een tweede keer, dan moet je nog een keer die fight ability doen. Dus dat is burrow. Een andere eigenschap die de schurken hebben is cosmic threat met daarachter een symbool. Als een karakter cosmic threat heeft, dan kunnen de spelers, of de speler die aan de beurt is, die kan karakters laten zien, reveal them, met het symbool wat achter cosmic threat staat. En voor elke kaart die ze laten zien die dat symbool heeft, gaat er 3 van de attack af, van de strength van dit karakter af. En verder wordt de kaart natuurlijk gewoon bevochten zoals je dat altijd zal doen. En het is mogelijk door het laten zien van meerdere kaarten met het Cosmic Threat symbool om de strength van een tegenstander naar 0 te werken. In de uitbreiding Paint the Town Red krijgen wij Carnage als mastermind en hij heeft als villain group Maximum Carnage. Deze karakters zijn allemaal voorzien van de ability Feast. Feast is eigenlijk een hele nare ability. Als een karakter de term Feast heeft, dan moet je dat lezen als Fight, dubbele punt, KO, de bovenste kaart van je draw deck.
En je zult zien dat de karakters met Feast altijd werken samen met zo'n discard ability. In dit geval als Shriek Feast op een 0 cost hero, krijgt elke andere speler een verwonding. Nou ja, zo zul je zien dat dat Feast A je deck natuurlijk snel plundert en B allerlei negatieve side effects heeft. De laatste term die ik met jullie wil bekijken is de term wall crawl, oftewel het kruipen tegen muren. Als je een kaart recruteert, dus vanaf het bord, met de term wallcrawl, gaat die niet bovenop je aflegstapel, maar bovenop je trekstapel. En zou je daarna dus een kaart spelen van trek 1 kaart, dan krijg je die kaart dus weer snel in je hand. Dan kun je weer hele leuke combo's meemaken. Dat zijn de nieuwe termen die we gaan zien. Er zijn er nog 2 speciale masterminds, Mysterio en Galactus, die ook nog wat anders werken dan de standaard masterminds. Maar dat laat ik even voor wat het is. Dus dat is wat we krijgen. Nieuwe helden om mee te strijden, nieuwe schurken en henchmen om tegen te vechten, nieuwe masterminds, nieuwe plot schemes voor elk scenario en wat leuke nieuwe effecten. En uiteraard in de Dark Cities ook nog eens een keer die bijzondere bystanders die als je ze redt naast overwinningspunten ook nog speciale eigenschappen geven. En dat is wat de uitbreidingen ons bieden. De eerste vraag die wij onszelf natuurlijk stellen is het de moeite waard om al die uitbreidingen te kopen? Naar mijn mening, ja, zeker de eerste uitbreiding, Dark Cities, is absoluut de moeite waard. Je krijgt een aantal nieuwe masterminds die nog een stuk zwaarder zijn dan de masterminds die je al in de basisset hebt. Ook de toevoeging van de bijzondere bystanders is leuk. Dat maakt het redden van bystanders gewoon net even wat interessanter. Geeft net wat meer gevoel eraan in plaats van dat je denkt, ja, joepie, een puntje extra. En daar zitten een paar leuke nieuwe mechanismes bij. Maar wat ik een hele mooie vooruitgang vind met de uitbreidingen ten opzichte van het basisspel, en dat heb ik ook al verklapt een beetje in de review van het basisspel, is het artwork. In het basisspel heeft een held een x-aantal kaarten met allemaal exact hetzelfde artwork, alleen dan de special move, dat is dan een kaart zonder randje, dat is dan het verschil. En bij de uitbreiding vanaf Dark Cities al en de 2 klein ook, heeft een held gewoon 4 verschillende soorten artwork op zijn kaart. En dat is natuurlijk ook weer veel leuker. En het artwork is heel fraai gedaan. Erg mooi om naar te kijken. Soms lastig om je te concentreren op het spel doordat je een hand vol hebt met allerlei striphelden. Die waarschijnlijk, in mijn geval in ieder geval, allerlei herinneringen terugbrengen. Wat ik ook leuk vind zijn de nieuwe effecten die ze daaraan toegevoegd hebben. Die geven weer wat nieuwe uitdagingen, wat nieuwe tactieken. En verder blijft het spel gewoon zoals het is. Je kunt alles door elkaar mixen en dan heb je 1 grote berg aan uitdagingen. En dan kun je zelf zeggen, van, nou, ik wil een beetje die helden bij elkaar stoppen. En dan gaan we met die helden proberen die schurk te bevechten. En dan geven we wat nare villains en henchmen om hem mee te omringen. Ja, en dan kun je voor jezelf de uitdaging groot maken. Online zijn er ook allerlei sites, machines waar je gewoon kan zeggen, ik heb die en die en die uitbreidingen en randomize voor mij eventjes een set en dan komt eruit rollen welke mastermind, welke heroes, welke villains, welke henchmen. Nou ja, ik vind het veel leuker om daar zelf mee te clearen. Ik heb nog wel een minpuntje. In deze box krijg je wel heel erg mooi van die schuimpjes, zodat je een beetje je kaarten kan dividen. Maar je krijgt niet meer dividers. Met de dividers die je bijgeleverd zijn bij het basisspel kun je de eerste uitbreiding nog net voorzien van tapjes. Dan koop je de kleine uitbreiding en heb je dus meer van dat soort dividers nodig dan dat er bij het spel geleverd zijn. En dat vind ik zonde, want ik heb even online gekeken bij Upper Deck of ik meer kon bestellen. Ja, kost $10. Maar $50 verzendkost en voor 200 kartonnetjes lijkt me dat een beetje extreem. En dat vind ik toch echt een minpunt. Je brengt wel een mooi spel uit. Ze zijn niet heel goedkoop. Er zit alleen maar kaart in. Gooi er ook gewoon wat van die dividers bij. Dat is een beetje krenterig. Afijn, daar hebben gelukkig de fans wel wat op bedacht. Ik zal ook een linkje hiervan plaatsen onder het filmpje. Die is iemand die is heel enthousiast. Die heeft allemaal prachtig artwork gemaakt en mooie tapjes waarbij je ziet welke speciale eigenschappen veel gebruikt worden door de held. En daar kun je dus ook heel snel je helden een beetje op elkaar afstemmen. Betekent dat je lekker een avondje kan knippen en plakken. Al met al vind ik de uitbreidingen de moeite waard. Het is wel meer van wat je al hebt. Maar al met al blijft het gewoon waardig aan het basisconcept. En het basisspel is gewoon heel goed. Daar hoef je voor mij weinig aan te veranderen. En ik hou ervan om nieuwe helden toe te voegen. En kijken, kan ik met die groep helden ook
de nieuwe schurken weer aanvallen. En dat maakt dat ik de uitbreidingen zelf absoluut de moeite waard vind. En daarom ook, net als het basisspel, een dikke 8 heb gegeven. Naast Spellenzolder.